Voor een duurzaam bosbeheer in Suriname zullen in de komende 2 jaar vanuit 4 themagebieden nieuwe innovatieve ideeën worden ontwikkeld om het bosbeheer verder te verhogen. Het project wordt uitgevoerd door 5 Surinaamse organisaties en 2 hogescholen in Nederland. De activiteiten zullen plaatsvinden vanuit het Jan Starke Opleidingscentrum te Zanderij, waarbij de faciliteiten zullen worden omgevormd tot een bosbouwpraktijkschool. Vanmorgen werd het project officieel gelanceerd, waarbij projectleider van Duurzaam Bosbeheer Suriname, Ahmed Vreden, stelde dat het belangrijk is om kennis en strategieën met elkaar te delen om te komen tot een beter plan van aanpak. Er is in Suriname heeft een hele lange historie van bosbouwkundig onderzoek en dat is echt bekend. Het CELOS Management Systeem bijvoorbeeld is wereldwijd bekend. Maar er zit een heleboel kennis, zit nog ergens in boeken, in oude dossiers. En we gaan dus proberen die kennis te ontsluiten. Dat is 1 aspect. Soms zit de kennis zelfs nog in hoofden van mensen. De dienst Landsbosbeheer, de LBB, heeft destijds echt prachtig werk verricht. Maar het is niet bij iedereen of bij alle organisaties bekend. Dus dat is 1 van de facetten. Een ander facet is dat we gaan kijken naar bosbestuur en social forestry. Hoe zou het bosbestuur verder verbeterd kunnen worden? Ik heb u al gezegd, er zijn een heleboel mooie initiatieven. Maar hoe gaan we kijken hoe we met elkaar dat verder kunnen verbeteren? We gaan ook kijken naar een stukje monitoring. En een ander gebied is dat we gaan kijken naar NTFP's. Dat is een modern woord, maar dat is gewoon alle producten uit het bos behalve hout. Hoe kunnen we die verwerken en vermarkten? En andere diensten die het bos biedt. In dit proces zal er ook worden gekeken naar de verschillende initiatieven, meent Vreden. Zodat iedereen vanuit zijn kant het probleem kan belichten. Zodat er niet een oplossing wordt gebracht naar een gebied dat alleen maar voor bepaalde partijen gunstig is, maar voor anderen niet. Bijvoorbeeld als we denken aan oplossingen voor de binnenlandbewoners. Dan is het belangrijk dat we de binnenlandbewoners erbij betrekken. Maar ook andere ministeries, kennisinstellingen, dat we bij elkaar komen. En dat we gaan praten hoe kunnen we dit probleem oplossen. En in dit project hebben we ervoor gekozen om het JSOC, de meeste mensen kennen dat als Zanderij 1, om dat als Living Lab te kiezen. Dus er gaan veel activiteiten daar plaatsvinden, er gaat veel workshops lokaal, maar ook beleidsmedewerkers willen daar naartoe halen, zodat ze meer feeling krijgen. Want het JSOC moet dan een inspirerende omgeving worden, waar mensen kunnen zien, en dan komen we hopelijk tot goede oplossingen die door alle stakeholders gedragen worden. De deelnemers aan het project zullen samen meer duurzame oplossingen ontwikkelen voor de complexe uitdagingen bij het gebruik van het Surinaamse bos.